Ik ben Laura Nederveen en ik ben onderzoeker naar Parkinson. Parkinson is echt gewoon een hele nare ziekte. Het is een ziekte waarbij een klein gebiedje in de hersenen, dat daar hersencellen afsterven. En dat zijn de cellen die belangrijk zijn voor beweging. En wat je dan krijgt is dat mensen gaan trillen of juist heel stijf worden. Maar het zijn ook cognitieve dingen. Slapeloosheid, dat je kunt gaan hallucineren zelfs. Het heeft eigenlijk impact op je hele leven. Op dit moment kunnen we het gewoon nog niet genezen. Er zijn heel veel onderzoeken, heel veel medicijnen die gericht zijn op het leven draaglijker maken. Ook al neem je die medicijnen, de ziekte gaat door. Het afsterven van die hersencellen gaat door. Ja, in mijn onderzoek richt ik mij echt op een heel klein puzzelstukje eigenlijk in het grotere plaatje. Een van die genen is LRRK2, LRRK2. Wat we zien is dat dit LRRK2-eiwit hyperactief is. Het voert een bepaalde chemische reactie in de cel vaker uit. En wij willen dus weten, hoe werkt dit LRRK2-eiwit? Hoe wordt het gereguleerd? Wat zorgt er nou voor dat het eiwit normaal gesproken actiever of minder actief wordt? En in een van de stappen in dit activatiemechanisme is dimerisatie. En dimerisatie, dat is paarvorming. Normaal komt LRRK2 als losse eiwitten voor in de cel. En bij dimerisatie dan gaan er twee aan elkaar zitten. En dan vormen ze dus een dimer. Dat is de actieve vorm van het eiwit. Wat er dan gebeurt is dat het een fosfaatmolecuul, die ook in de cel voorkomt, vast gaat zetten aan een ander eiwit. En vervolgens gaat dat andere eiwit ook weer dingen doen in de cel. Het doel van mijn onderzoek is om die paarformatie, die dimerisatie, te meten in levende cellen. Zodat we ook echt in die natuurlijke omgeving kunnen kijken hoe dat gereguleerd wordt, hoe dat werkt en hoe we dat ook weer kunnen onderbreken. En dat is zo makkelijk nog niet. Want ja, die eiwitten die kun je niet zomaar zien. Wat we onder andere gedaan hebben, is daar een lichtgevende tag aan vastmaken. Dit is een confocale microscoop. En het bijzondere daaraan is dat het licht gecentreerd wordt naar één punt toe. En dat je dan één punt kunt filmen en waarnemen. En de eiwitten, de LRRK2-eiwitten, die hebben dus een lichtgevende tag. Zodra ze in die lichtbundel komen, dan lichten ze op. En zodra ze dan de lichtbundel weer verlaten, dan zie je ze niet meer. Als je dat dan in de tijd meet, dan zie je dus eigenlijk fluctuaties van het lichtgevende signaal die op en neer gaat als er moleculen in en uit gaan. En die fluctuaties, daar kunnen we dan aan rekenen. Er zijn echt honderden onderzoekers die aan het LRRK2-eiwit werken. En al die honderden puzzelstukjes samen vormen uiteindelijk wel de puzzel van waarom leidt die hyperactiviteit van LRRK2 nou uiteindelijk tot het afsterven van neuronen. En ik denk dat in de toekomst daar steeds meer over bekend wordt en dat die puzzel langzaamaan opgelost kan worden.